allemaal in Minecraft. En wij moeten ze zien te verslaan. In deze wereld zitten namelijk allemaal speciale hartjes. Als eerst gaan we op zoek naar het Fortnite hart. Mine 10 blokken met een houten pickaxe. Als we dat gedaan hebben, krijgen wij dus de Fortnite pickaxe. Oh, dit is zoveel werk. Ik denk dat ik zo'n 3 blokjes hout nodig heb. Dan kan ik namelijk een crafting table maken, sticks maken en natuurlijk de pickaxe. Voilà, die zetten we daar. Dan maken we er wat stokjes bij. Hoppakee. En dan doen we daar een pickaxe van. Het is tijd om de eerste 10 blokken te hakken. Waar kunnen we dat het beste doen? Hier zo, want hier ligt steen. Met een pickaxe hak je natuurlijk het snelste steen. 1, 2, 3. Op nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Ik ben zo benieuwd naar deze Fortnite pickaxe. Oh, ik hou van Fortnite. Ik hou van Minecraft. En mijn twee favoriete spellen gecombineerd. Wow! Ik heb een Fortnite pickaxe. En ik heb nu dus ook het Fortnite hartje gekregen. Is deze pickaxe dan super snel? Wow! Dat is niet normaal. Hak deze elk blok zo snel? Ja! Dit is misschien wel de meest overpowered pickaxe die ik ooit heb gezien. Zelfs hout doet hij super snel. Nu kunnen we met dit hout een nieuwe crafting table maken. Die ik trouwens een stukje verderop ook al had staan. Whoopsie floopsie. Wat we wel kunnen doen is we kunnen tools maken. Zoals een zwaardje. Een betere pickaxe wou ik zeggen. Maar die hebben we niet echt nodig. Maar een zwaardje is altijd handig. Zo, en dan nemen we die weer mee. Perfect. Het is tijd voor het Among Us hartje. En alles wat ik daarvoor hoef te doen is om deze mega rode knop te drukken. Alleen om dat te doen heb ik jouw hulp nodig. Je moet namelijk op dat blauwe duimpje omhoog drukken in 3, 2, 1. Wow. Oh nee. Auw. Hey, dat was niet aardig. Heeft hij me nou doodgeslagen? Oh nee. De Among Us poppetje is kwaad aardig. Heeft me gewoon neergestoken met een mes. Oh nee. Hoe ga ik dit ooit doen? Hoe ga ik hier ooit wegkomen? Oké. Waar loopt hij? Ik moet hem zien te killen. Maar waar is hij heen? Hallo? Among Us poppetje, ben je hier ergens? Hallo? Ik zie je niet. Maar ik moet hem killen. Of wil ik het Among Us hartje? Oh, wat? Ik heb hem doodgemaakt. Hij is van de boom gevallen. Let's go. Dit was nog best makkelijk. Ik moet alleen niet te veel fall damage krijgen. Maar dit is dus het Among Us knife. Oftewel een mes. En we hebben nu ook het Among Us hartje. Het is tijd voor het Pokémon hartje. In mijn inventory heb ik een mega span ei. Speciaal voor Professor Oak. En wat ik moet doen is, ik moet hem 16 stukken oak wood geven. Gelukkig kunnen we dat super snel hakken met deze super snelle pickaxe. Dus is dat denk ik zo gedaan. We hebben er nu al 11, 12, 13, 14, 15 en 16. Yo, dat lukte nog maar net aan. Dag Professor Oak. Ik heb voor u een cadeautje. En dat zijn namelijk deze 16 oak logs. Pak maar op. Hallo. Professor Oak. Die zijn allemaal voor jou. Oh, ik moet gewoon op hem klikken. Zo geef ik het aan hem. Wow. Ik heb het Pokémon hartje. En ik heb nu ook een Pikachu staartje. Dit is zo cool. Pikachu. Nee, ik kan dat niet goed naast zeggen. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Waar wacht je dan op? Klik nu op de abonneerknop. Het is tenslotte gratis. Hoe sterk is het Sus Knife eigenlijk? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Die is namelijk van Among Us. En ik zie hier wel een kipje lopen. En daar kunnen we dat heel goed op uittesten. Maar eerst de belangrijke mededeling. Op 12, 13 en 14 mei is namelijk het Walibi Play Event. En ik ben hier ook aanwezig op zaterdag 14 mei. Hier ga ik verschillende spelletjes spelen samen met jullie, waaronder ook Minecraft. Wil je nou een van deze dagen komen? Klik dan op de link hieronder in de beschrijving en koop je ticket snel. Oh ja, en je mag ook in de achtbanen. Het is tenslotte donker aan het worden. Oh, heb ik er zo lang over gedaan. Hallo, kip. Ja, tja. Wow. Oké, dat mes is niet zo heel sterk. Kip, je mag nog een dag leven. Het Mario hartje. Voor dit hartje moeten we het Mario parcours completen. En die kunnen we hier neerzetten. Wow. Waarom zit ik in een gat? Oké, hoe gaan we dit doen? Waar moet ik beginnen? Ik weet het allemaal niet. Ik denk hier zo. Au, dat deed pijn. Hallo, ik wil naar het parcours. Oké, daar gaan we dan. Hier erop. Ah! Oké, dat deed pijn. Ik ben gewoon niet al te best in parcours, oké? Ik begin zelfs een beetje honger te krijgen. Mag ik niet gewoon zo doen en dat ik zo word tegengehouden? Oh, dat is zo slim. En dan kan ik nu op het hekje. Oh jee, moet ik nou op de entrance? Oh, oké, ik leef nog. Ik leef nog. Niks aan de hand, Alex. En dan 3, 2, 1. Ah, loop, ja! Oh, dat was me dood. Maar ik moet dit parcours halen. Ik wil gewoon dat Mario hartje. Oké, laten we die even openklappen. Oh nee, kan dat nou niet meer? Oh, is dit op slot? Oké, nu kan het wel. Hup! Niks aan de hand. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Het deed alleen een klein beetje pijn aan mijn voetjes. Hup, oké. En hup. En ha! Weer veel
de ver, Alex. Oh, ik ben zo niet goed in parcouren. Oké, okay, kom op, kom op. Oké, okay, dit gaat goed. En... Nee! Ik hing aan de ladder. Ik heb eten nodig. Ik begin al mijn hartjes kwijt te raken. En het enige eten wat ik bij me had was verrot vlees. Ik ben helemaal ziek. Oké, okay, kom op, niet vallen, niet vallen, want dan val je weer dood. Dat... Weet niet! Oh, het is lastig. Kunnen we niet gewoon doen alsof we het halen? Ja, wacht eens even. Ik denk dat ik een ideetje heb. Wat doe ik dit namelijk zo? Dan kan ik een kleine brug maken naar deze hele moeilijke en vervelende sprong die me steeds net aan niet lukt. En wat moet ik dan doen? Dan moet ik aan de zijkant? Oh nee. Oh nee, ik ben hier nooit goed in. Oké, oké. Oké, ben er. Waar moet ik nu heen? Ik moet bij die kist komen helemaal. Dat is zo ver. Maar dit gaat me lukken. Kom op. Ah! Wow, ik dacht dat ik daarop moest. Oké, en nu moet ik op het glas staan. Let's go! Met een Mario hartje. En als ik nu shift ingedrukt hou en spring... Wow, dan spring je super hoog. Dit is zo cool. Auw, en wow, auw. Oké, het doet wel pijn. Het Minecraft hartje. We kunnen hem vinden in de crafting table. En het enige wat we ervoor nodig hebben zijn oak leaves en wat dirt. Nou, zijn oak leaves best wel vervelend om nu te krijgen. Want ik heb niet echt silk touch dat ik het kan hakken. Dus wat ik denk ik moet doen, is ik moet op zoek gaan naar iron. Met dat iron moet ik een schaar maken. En dan kan ik het als het goed is wel knippen. Alleen, ja, de grote vraag is... Waar ligt er hier iron? Oh nee, dat is een zombie. Hallo, ligt er hier ergens iron? Wel cool, dat hebben we wel nodig. Dus ik neem het gewoon mee. Oh, het is hier zo donker. Ik hou helemaal niet van het donker. Oké, snel weg hier. Hallo, is hier ergens iron? Oh, ik zie echt niks. Wat kan ik eigenlijk met een staart van Pikachu? Wow! Oké, dat weten we. Iron! Let's go, ik heb het gevonden. Hallo, jullie komen met mij mee, dankjewel. Heb ik er... Oh, ik heb er 3, dat is meer dan genoeg. Waar kan ik hiermee letterlijk bliksem maken? Wacht, sorry. Sorry, boom. Oh jee. Dit is zo sterk, maar zo cool. Het hele bos is trouwens aan het afbranden. Oké, ik moet snel weg hier. Even doen alsof ik hier niks mee te maken heb, denk ik maar. Wow, hier is zelfs een netherportal in de grond. Dat is apart. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik pak er gewoon een nieuwe crafting table bij. Laten we een oven maken. Laten we daar eventjes mijn iron in smelten voor mijn nieuwe pickaxe. Ja, mijn schaar bedoel ik. Kan het niet trouwens zo zijn dat er hier een kist ligt met daarin iron? Hallo? Oh nee, er ligt serieus iron in. Oh, en ik heb schoenen met Frostwalker en een smite en een mending en... Oké, geen silk touch. Dat was wel heel handig geweest. En een golden apple. Dit is zo'n goede chest. En de eerste 2 stukjes iron zijn af. Hier kan ik nog een stukje iron mee maken en dan kan ik een schaar maken. Wat ik dan moet doen is ik moet 3 stukjes plaatjes pakken. En die heb ik nu ook. En een klein beetje dirt. En als het goed is, kan ik dan nu het Minecraft hartje maken. Wow! Hallo, wat is er gebeurd? Rio, wie ben jij? Hallo Rio, aangenaam. Mijn naam is Alex. En wie is Pog nou weer? Hallo, wie zijn jullie allemaal? Er staan hier zoveel villagers. Jake, Antonio. Oh, zelfs in de bomen. Ik wil het GTA hartje. En daarvoor moet ik 10 verschillende villagers slaan. Dat was nummer 1. Oh, Pol, kom jij eens even hier. Nummer 2. En tijd om Antonio te slaan. Nummer 3. Jake zit wel op een hele lastige plek. Maar dat is geen lastige plek voor mij. Alsjeblieft, Jake. Zo, Jake hebben we ook een keer geslagen. Dan gaan we hier even naar boven. Hier loopt namelijk een Norman rond. En die moeten we ook even slaan. Oké, wie is dat? Nathan, kom jij ook even hier? Boja! Hoppakee. Nu zijn er dan nog meer. Ik heb er 10 nodig. Maar ik zie hier helemaal geen 10 villagers. Gelukkig kunnen we er dan heel makkelijk wat meer bij maken als het goed is. Al maken we gewoon nog een Minecraft hartje. Kan dat? Oh ja, zeker. Laten we al die villagers hier maar spawnen. Oké, dat werkt niet. Hoi Jake, wat doe je daar? Ik had jou al een keer geslagen. Waarom vlieg jij hier in de rond? Ik kom niet heel veel villagers meer tegen. Maar wat ik wel weet is dat ze allemaal een best wel opvallende name tag hebben. A Cream heb ik volgens mij nog niet geslagen. Huppakee. Oh jawel. Nee, nog niet. Wow, vloog die nou de lucht in? Hallo Antonio. Pok, jij zit ook in de boom. Je moet toch weg? Uh-oh. Bob, jou heb ik nog niet gezien. Doei Bob. Het lukt me gewoon niet om de laatste 2 villagers te vinden. Hoe gaan we ooit het GTA-hartje krijgen? Volgens mij heb ik hier de laatste villager. Let's go. En ik heb nu een GTA Rocket Launcher. Wow. Wat? Dat is zo cool. Wow. Oké, hij doet wel pijn. Het is tijd voor het Pac-Man
en hartje. En wat we daarvoor moeten doen, is we moeten een dolf halen. Oh, dit is zo moeilijk. Hallo, waar moet ik helemaal heen? Sowieso niet hierheen. Maar waar moet ik dan heen? Ik snap er helemaal niks van. Het is ook zo donker hier. Waar is het einde? Want ik wil naar het einde. Ik weet het niet. Hier loopt het dood, hier loopt het dood. Het loopt overal dood. Ik denk dat we gewoon een hele andere route op moeten gelijk. En dat is niet deze, dus die is het niet en die is het niet. Dan moet het deze kant wel zijn. Laten we hier gewoon zo doorlopen. Oké, die loopt dood, dus dan moet het deze kant op zijn. En dan hierheen en dan hier denk ik. Nee. Hier zo dan? Ook niet. Hier dan. Hallo? Ja, ik heb wat gevonden. Het is een diamond blok met erop een kist. En daarin zit het Pac-Man hartje. Hallo, Piggy Butcher. Wat moet ik met Piggy Butcher? Wacht eens even. Met Piggy Butcher kan je net Roblox hart krijgen. En wat we daarvoor moeten doen, is we hebben 16 stukjes porkchop nodig. Die ga ik gelijk voor je erbij zoeken. Piggy Butcher, blijf jij maar even binnen. Waar kan ik hier zo snel varkentjes vinden? Het is niet zo dat ik in een varkentjesbos sta. Ik zie nergens varkentjes. Oh, Piggy Butcher, ik heb een cadeautje voor je. Even kijken. Oh, daar zit hij. Ik ben hem helemaal kwijt. Hij zit helemaal in een dolf. Piggy Butcher, kom maar eens uit. Oh, jeetje, dat moet ik niet doen. Wow, Piggy Butcher. Oh, hij is hier al. Oh, waar gaat hij ook helemaal heen, die gekkie? Hij staat hier zo. Hallo, ik wil met jou ruilen voor het Roblox hartje. Uh-oh. Is hij nou gedood door een zombie? Wat heb ik nou eigenlijk gekregen van het Roblox hartje? Nee, ik zie het al. Het is een Huggy Wuggy Spanhei. Huggy Wuggy is super eng. Stel we verslaan hem, krijgen wij het Huggy Wuggy hartje. En dat is het aller moeilijkste hartje om ooit te krijgen. Oké, meneer Huggy Wuggy, kom maar. Oh nee. Ah! Hij is mega. Oké, wat kunnen we hiervoor gebruiken? RPG, RPG. Oh ja. Oh nee, ik zit vast. Oh nee. Ah! Huggy Wuggy, blijf op afstand. Oh nee. Ja, ik heb hem. Waar is het Huggy Wuggy? Huggy hartje. Hallo, Huggy Wuggy. Ik heb het hartje trouwens al. Ik heb hem verslagen. Dit is het einde van deze video. Klik op een van de twee video's die hiernaast zou kunnen zien staan. Die moet je gezien hebben. Doei.